ga ik Minecraft spelen met 200 kijkers. Woehoehoe. En Robin. Ik sta hier boven een grote waterwereld en iedereen is in een cirkeltje aan het springen. Hallo! Zometeen wordt iedereen hier in de waterkoepel naar beneden geteleporteerd. En dan begint het leuke avontuur. Maar voordat we dat gaan doen, Robin, wat moet iedereen doen? Liken. En? Ook, je moet ook abonneren. Oh, ja. Hallo, waar ga jij heen? Hallo. Het doel gaat zijn, we gaan ze allemaal opdrachten geven. We hebben een aantal bepaalde ringen hier geplaatst waar ze doorheen kunnen zwemmen. Onder water kan je niet ademen. Dus je doet een beetje je best. Robin, ik denk dat het tijd is om iedereen naar beneden te brengen. Is dat zo? Het is zo. 3, 2, 1. Oh, oké, laten we even aan iedereen uitleggen wat het doel is, want dat hebben we nog niet gedaan. Nee, want we gaan al. Dat hebben we nog niet gedaan. Oké, we gaan even uitleggen aan iedereen wat het is. En dan gaan we beginnen. Dit is wat iedereen op het moment ziet. Het is erg donker. Dat vind ik een beetje vervelend voor iedereen. Laten we eens even wat licht geven. We hebben hier de rode cirkel en iedereen staat daar in het midden. En bij de rode cirkel is Zuidvisje. Zo simpel is het. Laten we iedereen eerst even gewoon licht geven. Zeg jij maar dat ze hierheen en weer moeten naartoe moeten zwemmen? Kijk, je moet oppassen, anders ga je dood. Timo, zwem terug. Dit doet niks. Timo, nee. Timo, zwem nou terug. Ik wil niet dat je doodgaat. Oh, kijk, daar gaat hij alweer. Timo, je kan het. Timo, sterf niet. Wees niet de eerste. Oh, hij heeft het gered. Oké, jongens, kom maar met z'n allen. Kijk dit. Kijk ze, wow. Kijk ze allemaal er doorheen zwemmen. Wat een malle gasten met z'n allen dit. Het slaat toch helemaal nergens op. Wat een bende. Oh, mijn days. Jongens, hier is de nightfish. Neem het. Geniet ervan. Geniet ervan met volle teug. Maar pas op dat je niet doodgaat. Pas op dat je niet doodgaat door verdrinking. Ik hoor ook iedereen damage krijgen. Wat een chaos dit. Oké, iedereen moet één rondje doen door de groene cirkel en dan terugzwemmen. Anders zijn ze af. Kijk. Daar gaat ze. Oeh, wie is de eerste? Ja, maar hij was al snel. Oh, als je het niet overleeft. Ik ga moest zwemmen. Oh, kijk hoe dit eruit. Het is net zo'n school vissen. Ja. Het is echt zo'n school vissen dit. Oh, het ziet er ontzettend leuk uit. Ik kan er echt van genieten. Oh mijn god, iedereen krijgt damage. Jongens, snel, zo snel. Terug, terug. Daarin, daarin. Zwemmen, jongens. Doorzwemmen. Jullie kunnen het. Snel voordat jullie doodgaan. Ik heb er eentje gezien, die heeft niet meegedaan. Echt? Wie? Wie is er af? Knuppel 63. Nee, Knuppel. We geven hem een tweede kans. Oké, okay, je stuurt iedereen naar een uitgang. Ja. Wat ben je van plan? Wat ben je van plan? Wat gaat er gebeuren? Je mag je verdelen. Oké. Okay. Ja, je mag je verdelen. Dus iedereen mag even een kleurtje uitkiezen. Oké, okay, dit gaat soepel, zover. Je ziet hier allemaal SpongeBob skins trouwens. Hallo SpongeBob. Al die sokjes. Al die hoge broekjes. Al die hoge broekjes. En Patrick, okay. Maar dan een beetje retarded. Oké, okay, iedereen staat bij een kleur. Ja? Dan ga ik ze. Let op, hè. Ik ga dit met ze doen. Komt-ie. 1, 2. Komt-ie, moment. Even typen. Dan moeten ze allemaal over de koepel heen zwemmen naar de andere kant. Als over ze die de doen, koepel heen. Zelf. Oh, dan ben ik over de koepel natuurlijk. Over de koepel. Oh, wow, dat ziet er gaaf uit. Ja. Kijk, iedereen zwemmen. Heel veel snappen het niet. Die gaan naar de cirkel toe. Maar de meesten snappen het. De meesten snappen het principe dat ze over de koepel moeten. Alsof we door zo'n aquarium heen lopen. Ja, wow. Dit was gaaf, hé. Dit vond ik leuk. Dit vond ik echt de leuke. Oké, ik heb een turtle shell helmet. Die ga ik verstoppen. Helemaal aan de andere kant hier. Bovenin. Kijk, daar is hij. Daar is hij. Oké, ver achter de groene ring is een turtle helmet. Daarmee kan je langer onder water zwemmen. Wie pakt hem als eerst? Hoe dan gaat ze? Hij is halverwege, maar hij gaat weer terug. Hij heeft natuurlijk geen adem meer. Oh. Kijk, daar komt de hele school vis aan. Oh ja, maar wie pakt hem? Wie? Ik zei, er is er maar één. Oh mijn god, er is er maar één. Pak hem. Snel, Thijs. Thijs, snel. Ja. Oh, doe hij heeft hem. Oh, nee. Gaan deze nou allemaal dood? Nee. Nee. Als ze allemaal doodgaan, wat zou dat zonde zijn? Kijk, ze allemaal terug. In volle stress zwemmen ze terug thuis. Als ze overleven het wel allemaal. Hoe kan dat nou? Ze kunnen echt lang hun adem inhouden heel veel. Dat ze dit allemaal overleven. Allemaal door de blauwe ring en terug. De eerste krijgt een voordeel. Oh, dat is de andere kant. Ja, dat hadden ze niet verwacht. Nee, en wie is dit? Oeh, dit is een race. Ja, kijk, ik snap niet waarom iedereen erachteraan gaat. Oeh, ja, Jaden on MC. Wow. Die is nummer 1. Zo ver. Ja, nee, hij ging er niet doorheen. Nee, die ging er niet doorheen. Hij ging er echt niet doorheen. Dan? Ja, dat kan ik niet meer zien, toch? Iedereen en Teun, ja, is als eerste terug. Ja, hallo. Oh, wacht, deze bij ging niet door de ring. Iedereen en Teun X. Oh, maar die guy, ja, dit is niet eerlijk. Ik weet niet, dit kon je amper zien. Hey, wil je nou vaker van deze video's zien? Abonneer dan zeker even. Zet ook zeker even dat notificatiebelletje aan. En like de video, we gaan voor 4000 likes. En dan hebben we gewoon binnenkort weer heel snel nog een event. Hoehoehoe, gezellig. Wees erbij, hoehoe, daar. Ja, maar wacht, ik ga IG en Teun ga ik wel een voordeeltje geven nu. Oké, okay, en dat is? Een turtle helm. Oh, ik drop er ook gewoon stiekem een paar in. De rode ring heeft helmets, jongens. Kom op.
Pak ze snel. Pak ze. Je hoeft ze niet allemaal te pakken. Pak er één per persoon. Ik wil wel een beetje eerlijk doen. Hier, komt nog eentje. Zo, nog eentje. Doe hem op en vlucht hier. Nog één. Nog één. Nog één. Nog één. Weet je wat ik eigenlijk wel een goede vind? Robin, met meer helpen nodig. Ben je gedood? Ja, dat maakt niet uit. Sneeuwt je wel. Meer helpen. Meer helpen. Meer helpen. Oh, mensen gaan echt dood. Dan gaan er nu wel heel wat dood hoor, dat zeg ik het zelf. Zo, iedereen heeft nu zijn prachtige helmpje op, waardoor die lekker beveiligd is tegen het water. Die helmpje zorgt ervoor dat je iets langer kan ademen. Nee, ik kill die ding nou niet. Dus dat zijn ze gemeen met z'n allen. Ze zijn hem aan het slaan. Hallo, stoppen. Okay. Omdat zij dat doen, dan heb ik iets anders. Nou? Zij killen een dolfijn, dan killen ze elkaar maar. Oh, PvP is ingeschakeld. Oh, Robin, het is chaos. Nee, de dolfijn is dood. Kijk, ze gelijk, en nu gaan ze vluchten. Nu gaan ze ook gelijk vluchten. Nu de PvP aanstaat, denk ze, laat ik maar een beetje buiten het water gaan vluchten. Oh, die dolfijn. Waarom gaan ze naar het midden? De domme dolfijn. Ik weet het ook niet. Oh, waarom? Alpha, nee, stop met dat ding slaan. Ik sla jou. Stop, dat is gemeen. Dat is gemeen. Oké, wacht, zet PvP maar even uit weer. Oké, door de rode ring, dan de groene en dan terug. Kijk hoe snel ze gaan met z'n allen. Ze mogen, je mag niet eerder terug. Je mag echt niet eerder terug, oké? We moeten goed checken dat ze echt allemaal de goede kant op gaan. Oh, Yolo Flexie gaat eerder terug. Oh, ja, oké, dan moet hij dood. Yolo Flexie dood. Oké, jongens, jullie hebben allemaal Turtles Show. Dit moeten jullie redden. Dit kunnen jullie redden. Dit kunnen jullie redden, ik geloof. Oh, nee. Ze gaan het niet redden, denk ik. Hoppa. Oh, mijn god. Nee, Robin! Je maakt het chaotisch. Ik denk niet dat ze dit gaan overleven. Ik denk niet dat ze dit gaan overleven met z'n allen. Nee, Robin. Dit was een fout. We hebben een fout gemaakt. Oh, gaan ze redden, gaan ze redden. Oh, volgens mij redden ze het allemaal echt net aan. Oh, my days. Kijk, ze gaan. Oh, heel veel redden het niet. Ze gaan er zoveel dood. Oh, wat gaan er veel dood. Ik heb een paar schoenen met Deadstrider. Oeh, daardoor zwemmen ze sneller, toch? Daardoor zwemmen ze sneller. Waar ga je die verstoppen? Kan je die gewoon... Zal ik hem tussen rood en groen doen? Ja, ik wil hetzelfde zeggen, maar dan met andere kleuren. Deze man heeft een headstart. Deze man heeft een headstart. Hoe zijn ze snel? Toe moes. Hij was al onderweg! Volgende keer moeten we het niet meer doen! Oké, drop er nog één terwijl hij weggaat. Kijk, drop er nog één. Hij heeft hem aan. Oh mijn god, maar gaat hij het wel overleven is de grote vraag. Wacht, gaat hij het wel overleven is de grote vraag, Robin Toemoes. Oh nee! Oh, hij heeft het gehaald, maar ten koste van wat? Gaat hij het halen? Toemoes, kom op. Je kan het. Ja? 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 Nee! Hij heeft het niet gehaald! Waar zijn zijn schoenen? Toemoes, ja, die zijn niet gedropt. Nee! Ik doe er nog een paar, maar dan tussen blauw en geel. En dan ga ik snel weer weg, want anders zien mensen het. Ja. Oh, oké, tussen blauw en geel, dan moeten ze snel zijn. Wie gaat hem als eerste halen? Want het ding is, je zag het net. Als je kan het wel pakken, maar als je te laat terug bent, ben je gewoon dood. En dat is niet goed! Iemand heeft hem. Heeft iemand en er is een dolfijn hier ook, dus die gaat extra snel terug! Hij is snel! Wow! Hij heeft het ook easy daardoor gehaald. Oh my days. Ik plaats meer dolfijnen. Die had echt speed gewoon. Kijk, hier zit de pufferfish in. Als je hier langs zwemt, krijg je volgens mij damage. Oké, we wachten allemaal door groene terug. Allemaal door groene terug. Ik ben benieuwd of die pufferfish damage gegeven. Waar is Rizio? Want die gaat als een speer. Ja, er doorheen. Ze moeten er doorheen. Ja, goed zo, jongens. Er doorheen. Doorzwemmen. Ja, goed zo. Allemaal langs de pufferfish. Allemaal er langs. Oh, ik denk dat dit echt killing is. Oké, laat ik sowieso gewoon even heel veel puffervissen ronddwalen hier. Ik span er gewoon echt heel veel. In de nieuwe koepel, jongens. Erin, met z'n allen. Met z'n allen snel in de nieuwe koepel. Opschieten, voordat het te laat is. Dan ga ik de puffervis inspannen. Nee. Ja. Ja, dan maken we 4 uitgangen en dan... En dan de puffervis. Allemaal erin. Dan sluiten we hem. En dan iedereen die nu nog buiten is, die is af. Oké? Oké, en kijk. Let op, puffervis. Ze moeten het samen verslaan, de pufferfish. De kwaadaardige pufferfish. Kijk, span er nog één. Samen moeten ze werken tegen de kwaadaardige pufferfish. Wat gemeen. Kijk hoe we er dood gaan. Oké, nog eentje doe ik hier ook zo. Hoppa, hallo. Gast, hij valt ze ook echt aan, hè. Moet je zien. Hij is echt evil. Oké. En dan doe ik er 1, 2, 3, 4 span ik er. Ik weet niet of dit een fout gaat zijn. Oeh, voorzichtig jongens. Allemaal de pufferfish afvallen. Oh mijn god, nu gaan we wel heel dood. Nu gaan we dood. Ontsnap! Ontsnap! Rennen! Rennen van de pufferfish! Vlucht, nu het nog kan. Ze zijn er zoveel dood gegaan. Ik vind eigenlijk wel tijd om iemand een tweede kans te geven. Oké, we hebben hier allemaal vrolijke mensen, Robin. Althans, ook een paar verdrietige, als je ze zo ziet staan. Kijk, hij is heel verdrietig. Het is een soort boomplanten. Jezus! Kijk, deze Octo, je ziet alleen die tandjes.
ziet alleen die tandjes. Ik kom daardoor eigenlijk wel een tweede kans geven, omdat je alleen die tandjes ziet. Oké, jij mag ook iemand kiezen. Ik kies Octo. Oké, ik die boom, want die heeft ook water nodig. De boom heeft water nodig. Dus Trident Sven. Zo, je krijgt de tweede kans, Sven. En omdat... boomplanter. En boomplanter. En boomplanter krijgt ook de tweede kans. Welke kleur zit daarnaast geel? Blauw en groen. Okay. Oh, rood. Blauw en rood. Allemaal door de blauwe ring en daarna de gele. Oké. Okay. Het valt wel mee hoeveel we nog hebben. Er zijn er best wel veel, als je ook terugkijkt, die gewoon vooral door de pufferfish. Dat was een soort van plaag, gewoon, weet je. Als ik je deze video in de verhaal moet doen. Te spelen. Boven? Wat ga je ze geven? Dolfijnen. Ze wat op te spelen. Kijk ze met z'n allen trots zwemmen. Laten we iedereen even van die boots geven, waardoor ze gewoon sneller zijn. Oh nee, draai dit Sven zo weer. En boomplanten naast elkaar. Dat meen je niet. Hoe kan dat? Hoe kan Trident Sven en boomplanter allebei dood zijn gegaan? Dat is net gerevived hadden. Robin, heb je wat over te zeggen? Nou ja, alweer wil ik een oproep doen tot de mensen die een tweede kans krijgen. Nee. Oh, hello, Dining Bad. Oké, Robin, ik heb een leuk idee. We doen elk event doen wij natuurlijk een polonaise, weet je? Nou, dat is nu weer gaande, althans een poging tot zover. Ja. Maar wat nou als we die polonaise uiteindelijk door laten gaan door dat ze een polonaise in het water moeten maken? Ik ben benieuwd hoe dat... Ja, ik ben benieuwd. Volg mij. Oké, ik heb dus gezegd dat ze mij moeten volgen. Oh, wat doen ze nou? Hallo jongens, wat zijn we aan het doen? Oké, allemaal bij rood. Oké, nu moeten ze heen en weer zwemmen. Zo telkens, maar ze moeten de formatie houden. Go, 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 go. Ze mogen pas lopen als ze aan de voorrun lopen. Dus dan, als het goed is, krijg je een soort mooi terreintje. Kijk, ze doen hun best. Ze doen een soort van hun best. Je ziet de polonaise een soort van ontstaan. Kijk, en nu sluiten ze hier weer aan. En dan krijg je een treintje. Ze mogen niet inhalen. Blijf vooral dus gewoon in je treintje gaan. Kijk, nu hebben we een endless loop als je het zo bekijkt. Ze blijven gewoon komen. Oké, geef iedereen maar een vissengel nu. En dan wil ik ze gewoon even vredig zien vissen. Oh, de andere kant op. Ik denk dat ze daar niet geavanceerd genoeg voor zijn. Dat denk ik ook niet. Nou, dit pakken ze best wel goed op. Nou, dat gaat best wel soepel eigenlijk. Nou, op zich. Nu vissen, jongens. Allemaal vissen. Oh, ze zitten allemaal aan elkaar vast. Het is een spinweb geworden. Kijk dit dan. Dit is een spinweb. Wat gebeurt er? Robin, dit was niet de bedoeling. Ja, dat doe jij. Oké, ik heb een leuk idee. We gaan even een paar obstakels toevoegen. Mensen zijn ons allemaal aan het hengelen. Ik zie echt gewoon niks meer. Wat vervelend. Oké, we gaan iedereen even... Zo, iedereen zijn vishengels weg. Pas op, er komt lava. Ik ga lava toevoegen op verschillende plekken waar mensen in kunnen vallen. Maar dan moeten ze wel voor oppassen. Oké, ik heb even gezegd dat ze allemaal naar boven moeten. Helemaal naar boven. En dan moeten ze gewoon weer terug. Gewoon lekker rustig prima, aan. Dat geeft mij even de tijd om dit te fixen. Oké, Romy, zet PvP maar even aan. Want ze kunnen elkaar nu als ze willen in de lava gooien. Kijk, ze kunnen elkaar nu in de lava tikken als ze willen. Dan gaan hier waarom gewoon twee springen ze in de lava? Waarom doen ze dat, jongens? Ja, maar ze weten dat het toch wel... Ja, ze hebben water, of course. Maar ja, PvP staat nu gewoon aan. Dus nu wordt het denk ik gevaarlijk. Oh jee. Oh, Robin! Robin! Wat heb je gedaan? Waarom heb je dit gedaan? Nee! Nee! Oh, deze guy die wil dood. Q-Games die wil heel graag dood. Nee, gaat er iemand onder staan? Niemand gaat dood. Natuurlijk gaat er niemand dood. Oh, maar deze jongens, wat doen jullie? Wat zijn we aan het doen bedoel ik? Wat zijn wij aan het doen? Zullen we anders gewoon wat smaartjes geven? Goeie. Vind ik wel een hele goeie. Een houten? Oh, een houten. Doe maar een houten. Oh! Oh, nu gaat het wel heel snel. Nu ze in één keer zwaardjes hebben. En dan kunnen ze elkaar even uitdunnen. Dan krijgen we alleen de echte elite. Oké, ik ga bovenin, in het midden, ga ik een diamond zwaard droppen. Een diamond zwaard? Ja. Hallo? Ja. Oké. Laten we trouwens hier kijken. We doen hier één klein luchtgaatje. Zonder dat mensen het misschien doorhebben, weet je? Nou, iron dan doe ik wel. Ja, oké. Omdat jij het wil. Oké, Robin, ik heb hier één klein luchtgaatje gedaan. En daarin ga ik zelfs een kist doen. Of nee, gewoon wat dingen droppen. Daar doe ik ook een ijzeren zwaard. Ik heb het ijzeren zwaard. Laat ik beveiligen. Door wie? Kom maar kijken. Oh, er ligt hier het ijzeren zwaard. Die ligt hierboven. Oh, nee. Ja, mensen die denken al, nope, op het moment dat ze aankomen. De pufferfish beschermen het zwaard alsof het een leven is. Niet dan een diamond zwaard dan? Ja, doe maar een diamond zwaard. Ligt een diamond zwaard. Ja, je kan hem gewoon pakken hoor. Ik bedoel, ja, het is gevaarlijk met al die pufferfish, man. Woehoehoe! Wil je nou ook van deze prachtige Minecraft servers met je vrienden om ook lekker events op te spelen of weet ik veel wat? Gewoon lekker Minecraften. Kijk dan zeker even op kaashosting.nl terwijl ik zink voor de beste Minecraft servers. Woehoehoe! Jezus, daar gaat ervoor! Ja! Kom op, Jorn! Kom op, Jorn! Jorn! Nee! Jorn! Daar gaat Jorn! Pro XP-jager. Wees een pro zwaardjager. Nee, ze durven het niet. Rolf heeft hem! Echt? Wie heeft hem? Rolf? Ja, Rolf. Oh, Rolf. Oh, gaat hij nooit redden, dit. Nee. Rolf, kom op. Rolf, red het. Nee, Rolf. Oh, het ijzeren diamond zwaard ligt nu. Oh, Thomas, die ziet hem. Thomas neemt zijn kans. Ja, Thomas heeft zo geprofiteerd van Rolf. Ik ga er gewoon echt heel veel aan het plafond nu doen. Hier, kijk. Oh,
Oh, oh, sorry jongens. Sorry jongens. Oh, ze gaan een valdamage dood. Wat lullen. Oké, nu ga ik er heel veel spannen. Heel veel. Dat het echt niet meer veilig is. Ik wil dat binnen, dat ze eigenlijk bijna niet meer naar binnen durven, weet je. De pufferfish moeten gewoon echt te gevaarlijk zijn. Oké, de lava is ook even weg. Laten we het er even opschonen hier binnen. Oké, Robin, dit is letterlijk iedereen die over is. We hebben Hollebolle, Rob, die ken ik hier. Wouter en Jilte, Max. Homie, Hounds, de Hounds, die heeft toch gewoon een leuke skin. Risio leeft nog. Ja, dat ziet er goed uit. Ik vind het leuk wie er nog over zijn. Ziet er goed uit. Is dat zo? Mm-hmm. Zullen we er een beetje een finale van maken? Ja. Ik moet iedereen, ga ik een teamkleur laten kiezen. Dat kan rood, dat kan geel, dat kan blauw of groen zijn. Iedereen mag zijn kleur kiezen. Oké, wat ze moeten doen. Zodra wij go zeggen, moeten ze met z'n allen door hun cirkeltje gaan. En terug. Dan moeten ze terug hierheen komen. Gaan ze niet door de cirkel, is het team af. En het team dat als laatst volledig terug is gekomen, die is af. En die gaat dood en komt nooit meer terug. 3, 2, 1, go! Go, 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 opschieten! Oké, degene die als laatste compleet terug zijn, die verliezen. Oké, we checken of ze er even doorheen gaan. Iedereen moet er doorheen gaan. Elk team. Kom op, kom op, kom op. En... Ja, rood is goed. Ja, ik zag daar wel volgens mij dat Game Girl een beetje vals speelde. Dus we gaan het zien. Ik heb een vals speler. Oké, Game Girl speelde ook vals, zag ik. Dat gaan we even terugkijken. Kom op, kom op. En de laatste is... Ah, oh, groen. Volgens mij... Nee, was groen. Nee. Wat dan? Nee. Geel, eentje van Geel. Ik ga ook zijn naam noemen. Ja. Oh, mijn nieuwe naam ging ja. Op de helft alweer terug. Echt? Ja. Oh, ja, maar dat vind ik dan lullig. Dat vind ik lullig voor het hele team. En dan namelijk hier had Game Girl dat ook, volgens mij. Die ging ook op de helft alweer. Die ging, zeg maar, in, die ging niet door de cirkel. Nou, die raakte de cirkel aan, goed genoeg. Nou ja, deze ging echt... Nou, weet je wat? Hij heeft vals gespeeld voor het team. We gaan het nog een keer doen, Robin. Ik vertrouw erop dat ze allemaal door de cirkel gaan. Dus ik ga goed in de gaten houden wie er als laatst door de dingen ging. Daarbij wil ik zeggen dat iedereen die vals speelt, die is ook gewoon af. Iedereen die vals speelt is af. We gaan niet het hele team straffen, maar als je vals speelt, ben je gewoon af. Go, 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 daar gaan ze. Daar gaan ze met z'n allen. Ik ga hier in het midden in de Geel, gaten houden. Eentje later. Oké, ik ga ze in de gaten houden. Ik ga ze in de gaten houden. Hou ze goed in de gaten. Is er helemaal doorheen. Ja, groen ook en blauw ook. Ja, dit gaat goed. Oké, dit wordt moeilijk in de gaten houden. Oké, daar komt-ie. Ik kijk geel en rood. Wie is als laatst? Wie is als laatst? Geel is binnen. Blauw was denk ik als laatst. Volgens mij was blauw als laatst. We gaan even terugkijken op de footage. En we hebben een verliezer gevonden. We hebben even heel traag teruggekeken. En degene die als laatst binnen zijn gekomen was helaas team blauw, jongens. Hollebolle Rob en Wouter. Ja, alweer. Nee. Blauw is helaas af. Jullie waren als laatst, jongens. We hebben het goed gekeken. Laten we dat nog één keertje doen. Nou, de teams zijn gemaakt. We hebben nu maar 2 gedaan in plaats van de 3, 4 hier natuurlijk. Gewoon even niet tellen. En ik ben benieuwd wie er nu gaat winnen. Voor welk team ben jij? Ik ben wel voor rood. Dan ben ik voor het andere team, hè. Wat wil jij in de gaten houden? Of ze er doorheen gaan of wie het eerst terugkomt? Ik doe wel gewoon weer de finish hier, weet je? Dan kijk ik of ze er in één keer doorheen gaan. Ja, oké. 3, 2, 1. Go, 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 go. Snel, zo snel, jongens. Nee, dat had iemand een hele slechte start. Bij groen. Oh, kom op, jongens. Ik kijk ook een beetje mee met rood, hoor. Ik kijk ook een beetje mee. Even kijken. Ja, ze gaan er allemaal doorheen. Oeh, Richie. Ja, groen ook. Groen ook. Oké, snel terug. Foutje gemaakt. Oeh, wie gaat als eerst zijn? Ik heb een mooie foto finish hier. Ik heb een mooie foto finish. Kom op, jongens. Kom op, wie is er eerder? Wie is er eerder? Rood. Rood was eerder. We moeten weer... Ik moet wel even checken en terugkijken. We hebben even teruggekeken. En rood was de winnaar. Yeah! Jouw team heeft verloren. We hebben teruggekeken en rood was als eerste met z'n allen over de finish. Groen, het spijt me enorm, jongens. Het spijt me veel. Je ziet hem al aankomen. Ze voelen hem al aankomen. Oh, wat is het toch heerlijk om ook gewoon zo geweten te zijn. Bij wie hoorde hij? Bij groen. El Nino, weet je het zeker? Ja, weet ik 100% zeker. Nou, dan iedereen bij groen gaat af. Helaas, jongens. Ren voor je leven. Vlucht. Vlucht nu nog. Kan jullie zijn langzaam aan het sterven. Ze hebben het door. Ze moeten één iemand opofferen. Ik wil kijken hoe ze als team met z'n allen een opoffering mogen maken. Eén iemand. Wie gaat het zijn? Wie gaat het zijn? Oh, ze slaat tegen die Jasper. Nou, dat vind ik zielig. Kijk nou. Nee, Jasper. Oh, gaat hij echt? Gaat hij echt? Nou, met Noah. Oh, dit... Wauw. Oh my days, Robin. Ik had nog dat ze zo snel een keuze hadden gemaakt. Jasper. Dat vind ik echt heel zielig. Ik heb gezegd dat ze teams van 4 moeten kiezen. Oké, wie is hier de kapitein? Wie van deze 2 is de kapitein? Jilte Max? Ja, oké, Jilte Max is de kapitein. Wie is hier de kapitein? Oké, prima, hij is de kapitein. En wie is van jullie de kapitein? Dat is Bosbes. Oké, Bosbes is de kapitein. En Robin, wie is bij jullie? Wie is bij jullie de kapitein geworden? Wij alle 2. Nee, eentje is naar de kapitein. Ja, ja.
Oké, okay, hij mag de kapitein zijn. Oh, hij wil echt dat jij het bent. Oké. Okay. Oh, nou ja, hij heeft het op zich genomen gewoon. Oké, okay, ze hebben de helm op. Oké, okay, degene die niet kapitein is, die moeten vechten tegen elkaar. Dus we gaan de vriendjes die mensen nu gemaakt hebben, die gaan we even opsplitsen. Want nu zijn alle vriendjes bij elkaar natuurlijk. En dat gaan we even breken. Dat gaan we helemaal kapot maken. Jij krijgt een houten zwaardje, Riccio. Jij krijgt een houten zwaardje. Kijk, wat het ding is, de kapitein werd waarschijnlijk de betere van de twee gekozen. Hallo! Hallo! Nee. Laat me nou gewoon. Nee, dat is lullig. Hier, we brengen hem terug. Hoezo? We brengen hem terug. Nou, het is lullig als jij hem nou kilt. Kijk hoe blij hij is dat zijn vriend terug is. Hier, MJ, kijk. Jij moet vechten. We geven hem toch een tweede kans, stiekem. Kom maar, Jasper. Kom maar, hij is helemaal blij dat hij terug is. Oké, Robin. Op go gaan de niet-kapiteinen tegen elkaar vechten. Waardoor er nog maar eentje overblijft. Nou, dat is dan gewoon de superieure kleur. Maar dat zijn de groepjes van mensen die zijn een beetje opgesplitst. En de betere van de twee, die zijn waarschijnlijk uitgekozen. Die mogen niks doen. Die mogen alleen toekijken. Dus 3, 2, 1. Go. Laat ze maar vechten. Oh. Kijk, daar gaan ze. Oh. Wie gaat er winnen? Riccio heeft al een moord gepleegd. Riccio. Nee, Riccio voor de backstep. Nee. Soft ijsje. Dan gaan ze toch niet alle drie killen, hè? Oh, mijn god. Als hij ze alle drie killt, is het echt de man. En Riccio kan, weet ik wel, die kan PvP'en. Oh, maar Jasper gaat ervoor. Oh, maar deze. Oh, als ze slim zijn, gaan ze met z'n tweeën voor Riccio, want hij is Jasper, echt... Jasper is al dood. Kijk, ze vechten echt tegen hem, zie je? Ze weten, Riccio is goed. Oh, mijn god, maar Riccio, die killt ze wel gewoon waarschijnlijk allebei. Oh, nee, jongen, toch. Wat een fighter heeft Yield de Max ook, hè? Ja, dan gaat hij. Riccio heeft één. Ja, en nu is het klaar. Nu is het klaar. De soft ice. Oh, die gast heeft gewoon alle drie gekild. Wat een fighter is dit, hè? Oh, my days. Julian, je hebt een goede guy uitgekozen. Jongens, we hebben een probleem. We komen tegen het punt aan dat er één iemand te veel is. Er is één iemand te veel. Oftewel, één iemand moet zichzelf opofferen. Het zijn allemaal bekende namen ook. Het zijn allemaal mensen die vaker hebben meegemaakt. Gedaan aan een event. Nou, gaan ze weer iemand kiezen? Maar dat vind ik gemeen! Doe nou niet! Nee, jullie mogen niet kiezen! Je krijgt... Ik geef 10 euro aan wie het doet. Ik geef 10 euro. Oh, ik dacht dat hij er even bijna voor. Nee, Aliska, ga je opofferen? Alisa, kom maar. Oh mijn god, gaat het gebeuren? Gaat ze voor de 10 euro? Of hij? Gaat... Eigenlijk vind ik dat Jules de Max moet gaan. Hij heeft al een keer gewonnen. Je hebt al... Kijk, hij duwt er ook gewoon. Wat Hou eens op! Nee! Nee! Frank, ik wil ook even respect voor die in de chat. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Alisa Paka. Even respect voor het feit dat die gewoon daadwerkelijk zelfmoord heeft gepleegd. Allemaal voor ons. Oké, iedereen heeft de kleur gekozen. En het zijn niet kapiteinen die over zijn. Want Riccio was geen kapitein. Die heeft gewoon de fight gewonnen. Maar laten we nu gewoon weer een raceje doen. Precies zoals net. En dan gewoon eentje af. En dat doen we dan even twee keer. Oké, iedereen staat klaar. Ready, set, go, jongens. Oh, Riccio, slechte start. Oké, ik vertrouw erop dat ze allemaal door de cirkel gaan. Ja, ik kijk toch eventjes hoor. Blauw is er doorheen. Groen is er doorheen. Oké, ja. Oeh, Riccio, ik ben bang dat jij best een slechte start, dat het gaat zijn. Oké, we gaan het zien. Wie is de winnaar? Wie is de verliezer? En ja, Riccio. Oeh, nee, trouwens. Dit is nog best wel een spannende fotofinish tussen Jules de Max en Riccio. Laten we even terugkijken. Oké, we hebben even teruggekeken. En Riccio, je hebt gelukkig gewonnen. Maak je geen zorgen. Jules de Max heeft helaas verloren. Jongen, je bent de laatste. Je hebt helaas... We hebben gekeken. Het scheelde echt een frame. Ik weet niet hoe ik het uitleg, maar... Loser. Riccio stond net eerder op de grond. Dus het is tijd voor jou om het te eindigen. We gaan hetzelfde doen als net. En nu zijn er nog maar 3 over. Dus straks komt de finale. Maar eerst de halve finale in 3, 2, 1, go! Oh, Riccio had weer een slechte start. Waarom is hij zo traag met die start? Dat is elke keer. Hij heeft gewoon een slecht vermogen. Slecht vermogen? Blauw is er doorheen, geel is er doorheen, rood is er ook doorheen. Daar komt hij. Wie komt er als eerst terug? Ik sta ready om het in de gaten te houden. Ik sta ready. Ik ook. Geel ik is ook als kijken. Eerst... Ja, rood. Rood. Riccio. Je hebt al zo vaak een slechte start gehad, maar nu was het helaas... Het is lullig, want hij is zo goed in PvP'en. Hij is zo goed altijd. Oké, we laten eens even naar rood en groen gaan, want dat zijn natuurlijk een beetje primaire kleuren. Maar voordat we dit gaan doen, laten we eens even bellen. Hallo. Hallo, jongens. Kom even gezellig hier op de Golden Block staan. Jullie zijn de finalisten, letterlijk, met z'n tweeën. Zijn in de finale. Jullie helmpje mag af. Hey, welkom. Vinden jullie het leuk? Lekker onder water een beetje zwemmen? Ja, het is wel een hobby. Ja hoor. Oké, top. Jongens, gunnen jullie het elkaar? Of zeggen jullie, nou weet je, ik wil eigenlijk wel heel graag winnen. Nou, ik gun het hem wel. Ja? Ja. En jij?
Snap ik. Snap ik. Nadenken. Hij moet er even over nadenken. Ja. Hey, jullie zijn allebei. Allebei zijn jullie zo vaak al ver gekomen, maar geen van jullie heeft nog gewonnen. Klopt dat? Ja, ja. Ik ben ook één keer met die boten dat ik terug zou komen. En toen kwam Roland net weer op tijd. Ja, dat was heel lullig. Dat was heel lullig. Het spijt mij enorm. En ook één keer met een ander event. Toen zat ik bovenin en toen werd ik niet getp'd. Oh, ja, maar kijk, dit is een moment voor wraak. Vooral op Bosbest. Jij hebt jezelf een keertje opgeofferd tijdens de stoelendans. Ik weet het nog, als de dag van gisteren. Dit is jouw moment om gewoon. Waarom onthoud je haar altijd meer? Jij onthoudt al die dingen. Ik snap gewoon dat aan niet. Mijn, kijk, ik denk gewoon aan mijn ja, mij boeit dat allemaal niet. Ja, grapje. Hey, jongens, ik zei net allemaal rood en groen, maar je mag ook een kleurtje kiezen, weet je? Kies allebei jullie kleurtje maar, die je heel graag wilt. Jij kiest geel en jij kijk, gaat allebei terug naar het kleurtje waar ze nou, leuk, waren. Leuk. Allebei tegenovergestelde van rood en groen. Ja, dat was een slechte keuze voor mij. Hey, ja. Wil jullie nog wat zeggen? Wacht, Bosbest, wil jij nog wat zeggen voor de video? Jouw dood naar Cupcake en Softice. Jouw dood naar Cupcake en Softice. Ja? Approved? Ja! Yeah. Oké, okay. En jij? Heb je nog wat te delen? Ja, shout-out aan mijn broertje en Koen en Kas. Koen en Kas, oké. Okay. Goed gekeurd, Robin? Nee? Hoezo niet? Hoezo niet? Ah, dat ging wel jammer. Je vergeet erin. Oh ja, jou. Oké, okay, jongens, veel succes. We bellen de winnaar terug, oké? Okay? Daar zijn we dan. Welkom in de finale. Like een Bosbest bij geel. WJ om PC bij blauw. Laat nu in de reacties weten voor wie jij bent. En dan begint de finale gelijk. Hop, go. Oeh, kijk. Dat was een valse start bijna, hè? Ja, hij schrok ervan. Hij staat echt op spanning. Hij staat met zijn vingers zo ready om te klikken zo op de W dat hij naar voren kan. Oké, Robin, jij mag het startsein geven. Ik kijk wel met like een Bosbest mee. Die gaat, ik ben voor hem. Wat ben je doen? Groen, ik ben voor groen. Groen doet niet mee. Oh, oké. Okay. Oké, jij bent dan voor blauw. Dat vind ik ja. Oké, jij mag go zeggen. Oh, go. Wow, dat is wel een goede start. Bosbest had een slechte start. Bosbest had echt een slechte start. Door het cirkeltje en snel terug. De doorheen en terug. Wie gaat er winnen? Is het Bosbest? Of is het WJ of PC? Oh, yes. Daar gaan we. Het eindshot. Het eindshot. De winnaar is... Oh nee. Gaan we even terugkijken. We hebben de beelden bekeken. Maar de winnaar, hij heeft het denk ik al door, is Bosbest. Je hebt gewonnen! Yeah! Oh man, ik vond het zo lullig dat voor de... Kijk dit nou. Mijn yeah, Bosbest. Woehoe! Bosbest heeft gewonnen. Weet jij om PC? Het spijt me enorm. Volgende keer ga je misschien winnen. Respect voor hem in de chat natuurlijk. Kijk eens aan, je hebt gewonnen. Ja, hoe voelt het eindelijk een keertje naar 100 miljoen events mee te doen. En dan gewoon eindelijk een keertje te winnen. Het voelt geweldig. Ja, kijk, je team is er. Like een Softice, die is nog aan het chillen. Ja, iedereen... Ja, we begonnen met 200 man, maar die hebben het allemaal, die hadden geen zin meer om te blijven naar hun dood. Maar gefeliciteerd, jongen. Wil je wat heb je te delen? Ja, dat. Niks aan. Ja, dat hoeft niet. Nee, gefeliciteerd. We gaan je prijs opsturen. En geniet lekker van de roem. Je bent de Hall of Fame van winnaars. Stop. Ja, hey, we gaan je prijs opsturen. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als jullie dat nog niet hebben gedaan. Like ook even. Kijk nu lekker deze video, want dit is ook een leuk event. En een van mijn favorieten, om eerlijk te zijn. Ik weet nog niet welke ik hier gepakt heb, maar hij is heel leuk. Spreek later, laatste water, tot de volgende keer.